Vandaag in het Rijnmond Nieuws. Na steekpartij wordt 13-jarige jongen ook verdacht van andere mishandeling. Nooit meer zoeken naar een parkeerplek op de Kruiskade. Toch een beetje die verwende klanten een signaal te geven dat ze ook in het Rotterdamse gewoon luxe kunnen winkelen. Daklozen lopen er geknipt bij dankzij straatbarbier. Op het moment dat je er onverzorgd uitziet, dan lopen mensen vaak liever met een boog om je heen dan dat ze interactie met je hebben. Vrijdagavond is het helder, maar in de nacht ontstaat er sluierbewolking en kunnen er mistbanken vormen. Zaterdagochtend is er kans op mist, verder vrij zonnig, maximumtemperatuur van 5 graden. Welkom bij Rijnmond Nieuws. In deze feestweek richten we ons alweer op het oud jaar en daarmee mag een goede oliebol natuurlijk niet ontbreken. Zometeen gaan ze weer massaal in het vet, maar eerst even het nieuws uit de regio. 13 jaar is hij pas. De jongen die 2 maanden geleden werd opgepakt voor het neersteken van een 14-jarige bij metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse. Justitie verdenkt hem nu ook van de mishandeling van een leeftijdgenoot. De jongen zat tot afgelopen dinsdag vast voor de steekpartij en wordt nu dus ook verdacht van poging tot doodslag. De steekpartij zorgde begin vorige maand voor veel onrust in Spijkenisse. Een groep bezorgde ouders ging verhaal halen bij de burgemeester op het stadhuis. Zenuwachtig rondjes rijden, vloekend en tierend op zoek zijn naar een parkeerplaatsje. Eikel, schof! Sinds enige tijd is dat hier niet meer nodig op de Kruiskade in Rotterdam. Ze hebben namelijk valet parking geïntroduceerd. Alsjeblieft, denk je aan mijn lok? Waarom zijn jullie begonnen met valet parking? Ja, om toch een beetje die verwende klanten een signaal te geven dat ze ook in het Rotterdamse gewoon luxe kunnen winkelen. Dan kom je dus aan, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik ontvang jullie, stel me even voor. Ja, neem de sleutels over, doe even een stukje administratie. Ja, en dan gaan de mensen weg en wij zetten de auto dan weg. En waar gaat de auto dan heen? Die staat hier in de buurt, ja, op een veilige plek. En wat moet het dan kosten, wil ik dan altijd weten? Ja, kost weinig. Nee, €12,50, joh. Dan is je auto onbeperkt geparkeerd voor die dag. Tot uiteraard een slotuur, een uur of 10, 11. Ligt een beetje aan de dag van de week. Maar ja, €12,50 om die auto weg te zetten. In Amsterdam ben je daar 2 uur voor zoet. En wat voor mensen komen nou die auto brengen? Zijn het allemaal van die patjepeers? Nee hoor, absoluut niet. Nee hoor. Van alles en nog wat. En ook alle type auto's. Wat is nou de duurste auto waar je tot dusver in gezeten hebt? Dat was een Mercedes van €264.000. En toen dacht je, als ik er maar niet aan barrels rijd. Nee, daar heb ik helemaal geen last van. Ik vind het een beetje Amsterdams eigenlijk, dat valet parking. Wat moet dat nou in Rotterdam, joh? Ja, nee, ja, kijk, ik kan heel veel gek zeggen over Amsterdam, maar dat hebben ze wel aardig voor elkaar. Ze begrijpen hoe het is om op hoog niveau te winkelen. En dat hebben we dan stiekem toch een beetje van ze afgekeken en gekopieerd. Maar dan net even iets beter uitgevoerd. Valet parking Kruiskade. Goedemiddag. Jacques, kun je mijn auto komen brengen? Ja hoor, prima. Kom maar aan. Dankjewel. En die jongens van de valet parking doen geen rare dingen met je auto? Nee, ja, anders dan de studentjes in andere steden zijn dit volwassen mannen die al een leven achter zich hebben. Die begrijpen wat het is om in een mooie auto te rijden en die zijn er uiterst voorzichtig mee. Dus het gaat goed. Perfecte service. Dankjewel. Graag gedaan. Valet parking in Rotterdam. Oh. Ik heb geen tinnitus, ik heb geen andere afwijking aan mijn oren. Sterker nog, ze werken misschien wel te goed. We hebben een hele drukke, snelle samenleving. Je komt thuis en je wilt gewoon rust en stilte. En dan kom je thuis en dan is daar die brom- of zoemtoon. Steeds meer mensen hebben last van laagfrequent geluid, blijkt uit een landelijk onderzoek. Ook in de Rijnmond is het eigenlijk nooit stil. Het klinkt als een motor die draait, die aanzwelt, weer wegzakt, weer in geluid toeneemt of in kracht toeneemt. En dan zakt die weer weg. Of een ventilator die aanzwelt, een generator. Het vervelende is dat het geluid af en toe echt even weg is. En dan denk je, oh heerlijk, het is stil. En dan zwelt die weer aan en dan begint het weer van vooraf aan. Zien jullie ook een stijging van mensen die klagen over dit fenomeen? Nee, de afgelopen 5 jaar is het aantal meldingen ongeveer gelijk gebleven. Ongeveer 1400 per jaar. En even ter vergelijking, er komen ongeveer 44.000 geluidklachten per jaar binnen, waarvan 33.000 over vliegtuigen. We hebben van DCRM meerdere mogelijkheden te horen gekregen. Kolen, een gastanker die geladen werd. Huisman, waar boten liggen. DFDS, de 4 boten. Shell, Vopak, maar het geluid blijft terugkomen. Wordt u wel eens weggezet als een zeurpiet? Nee, dat idee heb ik niet. Totaal niet. Reden voor u om te verhuizen als het niet wordt opgelost? Ik zou niet weten waar naartoe.
Een beetje op de hei? Nee, zeker niet. Zeker niet. Daar ben ik te veel stadsmens voor. En ik zeg ook, overdag is het goed te doen. Het is er wel. En 's nachts is echt vervelend. Het tekort aan politiemensen in onze regio wordt snel weggewerkt. Dat zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolf in een terugblik op 2019. We hebben een aantal in het hele gebied van de eenheid Rotterdam een aantal opleidingenbureaus gekregen. En één daarvan is in Dordrecht gekomen, in Crispijn. Dat is ook door, nou, laat ik het maar zeggen, stille diplomatie gekomen. Daar zitten nu dagelijks 40 agenten in opleiding. Het lijkt erop dat vanaf eind 2021 het aantal politieagenten dat weer zal toenemen. Het probleem zit er nu vooral in dat we veel agenten in opleiding hebben zitten. Zowel in Rotterdam als hier in Dordrecht. Eigenlijk landelijk. En die tellen niet volwaardig mee, ondanks dat ze wel gewoon ingezet kunnen worden op straat. Het hele eindejaarsinterview met de Dordtse burgemeester Kolf is vanaf zaterdagavond te zien op Rijnmond.nl. Op 29 december nodigen Rijnmond en de gemeente Rotterdam 180 ouderen uit voor een avondje gezelligheid bij het Dave's Wintervariété. En dat allemaal omdat de coalitie Erbij Rotterdam nu 5 jaar bestaat. De coalitie zet zich al jaren in om het taboe dat rust op eenzaamheid te doorbreken. Een feestje dus voor 180 inwoners van de stad die vaak alleen door de inzet van vrijwilligers naar buiten gaan. Vandaag kijken we mee met een clubje uit de Rotterdamse Kipstraat als ze in het Kralingse Bos pannenkoeken eten met elkaar. Het zijn ouderen die heel weinig hebben, die dus echt alles graag mee willen doen nog. Er zijn gemiddeld 90 plus wat hier nu zit, dus dan weet je wel dat de mensen toch wel graag nog ergens naartoe willen. Nu kom ik zelf tijd tekort. Ik ben heel actief, ik bridge veel, ik zorg voor mijn vriendin en dan gaan we samen heel veel op stap. Dus ik kom eigenlijk tijd tekort, maar ik ga toch altijd mee met leuke dingen die ze voor ons doen. Want je maakt ook leuke contacten met andere mensen. Oh, woon je daar? Oh, dat is vlak bij mij en ik ken je dan wel. En dat is heel belangrijk. Ik zeg niet zozeer voor mezelf, maar ik zie wel dat het heel goed is wat ze doen. En toch maakt u gebruik van de uitjes? Ja, zeker. Want ik vind ook dat je moet laten merken dat je het waardeert. Want wanneer er niemand meegaat en ze doen al die moeite, is ook niet aardig. Nee. Hoe lang blijft u nog in de stad wonen, in het centrum? Ik wil daar niet weg. Ik kan daar eigenlijk niet blijven wonen, omdat ik de trap niet op kan. Maar ik heb me bedacht. Ze dragen me er maar uit. Op de Wilhelminapier in Rotterdam arriveerde vrijdagochtend een groep tukkers. 30.000 euro hebben ze ingezameld. En daarvan hebben ze onder meer een oude schoolbus gekocht die ze zelf van Rotterdam naar Sierra Leone gaan rijden. Ja, dan is er een steekje los, maar wel op een hele leuke manier. De bus wordt geschonken aan Sunday Foundation, een initiatief van Rotterdammers Sander de Kramer en Hugo Borst voor kinderen in West-Afrika. Dit is geweldig. De bus gaat voor zoveel dingen worden ingezet. De kinderen om naar school te brengen. Het voetbalteam gaat ermee verplaatst worden. De chiefs, als er belangrijke vergaderingen zijn. Hij wordt ingezet om de weg naar Freetown te rijden. De bus schenken is één, maar de mannen willen de bus zelf naar Sierra Leone rijden. Ze zetten hem niet op de boot. Ja, ze houden van avontuur, ze houden van dingen beleven. Nou, dat moet ook wel, want ik ben net even binnen geweest. Ja, het is natuurlijk allemaal piepklein. En daarmee gaan ze dwars door de Sahara heen, door de woestijn heen. Ze gaan langs de kamelen laveren. Daarna gaan ze natuurlijk, komen ze het tropisch regenwoud in. We zijn avonturiers en we zijn nuchtere tukkers. Dus we laten het op ons afkomen. We moeten het nemen zoals het komt. Ga jij het eerste stuk rijden? Ik ga het eerste stuk rijden, ja. Ja, ik heb er zin in. Wat gaat het de grootste hobbel worden, de grootste uitdaging? Ik denk de medereisgenoten. Het is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Het aantal daklozen stijgt en de nachtopvangen raken steeds voller. In dossier Dakloos vertel ik het verhaal van de mensen en instanties die een oplossing bieden voor de steeds groter wordende dakloze problematiek. Sjoerd de Vries noemt zichzelf de straatbarbier. Hij heeft zijn baan opgezegd en knipt nu belangeloos daklozen. Antonio, wat kunnen we doen voor jou vandaag? Een beetje meer kort hier. Ja, Sjoerd, ja, waarom zet je je zo belangeloos in voor dak- en thuislozen? We leven helaas in een maatschappij waar hoe je eruit ziet ook voor een heel groot gedeelte bepaalt hoe mensen met je omgaan. Ja, dit kapsel is ook makkelijk. Kan je lekker je bed uitrollen?
zie je er gewoon verzorgd uit. Kan je wel achter de vrouwen aan. En op het moment dat je er onverzorgd uitziet, dan lopen mensen vaak liever met een boog om je heen dan dat ze interactie met je hebben. En ik denk door in ieder geval die fysieke barrière kleiner te maken, dat ik mensen gewoon dichter bij normaal contact breng met mensen en zo een stukje dichter bij de maatschappij. Frank, ja, ik hoor in de wandelgangen, jij hebt een belangrijke dag morgen. Ja, klopt. De bedoeling is dat ik ga solliciteren morgen. En dat ik met een verschillende kansen voor de dag ga komen om hopelijk aangenomen te worden. Ik vind het een hele goede zaak dat hij zich inzet voor mensen die eigenlijk heel weinig hebben tot vrijwel niets. Sjoerd, wat is nou je doel met dit project? Mensen blij maken. En in sommige gevallen, zoals Frank hier, die gaat morgen solliciteren. Ja, als je geen geld hebt om naar de kapper te gaan, het begint met een baan. Maar goed, als je die baan niet kan krijgen omdat je er niet verzorgd genoeg uitziet, dan hebben we een probleem. Dus ik denk dat ik zo mensen in sommige gevallen gewoon toch weer een stapje dichter bij het normale leven breng. Laat het sollicitatiegesprek maar komen. Ja, inderdaad. Ja, ik heb zeer veel meer vertrouwen erin als voordat ik geknipt was. En ik ben zeer tevreden over de knipbeurt, absoluut. Maar ik zie ook wel dat je straalt ook wel hierdoor. Zeker. Ik ben zeer dankbaar. Zeer dankbaar. We vallen van het ene in het andere feest deze dagen en dat is dan ook het thema van deze wintertour deze week. In deze bakkerij in Spijkenisse betekent dat continu oliebollen bakken. Maar verslaggever Sanne Waldekker is bij een familie die vuurwerk verkoopt en dat doen ze al 30 jaar lang. Hij kijkt het hele jaar uit naar deze periode. We gaan nu naar de bunker toe waar alles staat. Ruud van der Helm uit Rozenburg. Als vuurwerkverkoper en liefhebber kan hij niet wachten tot de pijlen en boksen weer over de toonbank mogen. Ja, de dagen schieten voorbij. Wij vinden dat heel heerlijk. Echt, het is echt, als je die kruiddamp ook ruikt weer, dan begint het weer. Hè. Dat is heel apart. Ruud heeft het vuurwerkvirus overgedragen op zijn hele gezin. Ze runnen inmiddels 2 winkels in de regio. Mijn oudste dochter en ik die staan in Oostvoorne, in de loods. En mijn jongste dochter en Ruud die staan hier in Rozenburg in de winkel. Ja, en dat is eigenlijk al die jaren al zo geweest. Wel heel erg leuk. Echt vanaf kleins af aan liep ik al heel de dag door met de rugzak op met vuurwerk. En ja, ik vind het gewoon helemaal geweldig. Maar de familie van de Helm ziet wel dat de verkoop van vuurwerk steeds meer aan banden wordt gelegd. En vreest voor een algeheel vuurwerkverbod. Weet je, we moeten met elkaar naar een veilig oud en nieuw. En ja, daar moeten we met z'n allen concessies in doen. En we hopen dat we dat met z'n allen kunnen doen en dat we nog jaren kunnen verkopen. Want het is een traditie en ik vind wel, dat is mijn eigen mening, dat eigenlijk gewoon niet afgepakt mag worden. En daar gaan we voor met z'n allen, toch? Deze tweede week van de wintertour zit er alweer bijna op. Het is de week van het feest. En met het oudjaar in zicht vieren we dat natuurlijk met z'n allen met oliebollen. En dan wil je natuurlijk wel een beetje een feestelijke bol weg kunnen happen. Hier bij Voskamp, daar is Arnold Kabberdijk, de chef oliebollen. Wat voor circus zetten jullie hier jaarlijks op om iedereen op tijd van oliebollen te voorzien? Nou, het circus begint in de bakkerij. We zien hier een oliebollenlijn. Maar de laatste 2 dagen van het jaar hebben wij er 5 van staan. Dus dat is al een circus op zich. En dan krijg je het circus in de verkoop. Dat zijn onze 17 winkels in en rondom Spijkenisse. En een verkooppunt voor de bakkerij op de parkeerplaats, een grote tent. En als je het over circus hebt, dan is dat wel een aardig circus, ja. Zo, er gaat weer een nieuwe lading, Patrick. Ja, dat klopt. Hoeveel oliebollen zijn dit? 800. 800? Ja. Ja, heeft iedereen zijn specialisme hier bij de bakkerij? Wat is jouw specialisme? Het beslag draaien. En hoe maak je nou een perfect beslag? Luchtig, goede temperatuur, goede grondstoffen, alles erop zit. En een hoop liefde. Hoeveel oliebollen verkoop je in totaal?
Heel veel. De aantallen, ja, dat is een beetje moeilijk in te schatten, maar het zijn er wel een paar honderdduizend. Eet jij nou zelf ook nog een oliebolletje in die periode? In het voortrecht eet ik er heel veel, want ik moet natuurlijk proeven en testen. De laatste twee dagen zijn het bij mij wat minder. Ik neem meestal wel een hapje om te kijken of ze nog lekker krokant zijn, maar dan na één hap gaat de rest wel even in de prullenbak. En tot zover het Rijnmond nieuws. Straks een speciale FC Rijnmond vanuit Café Verschoor. Daar blikken we terug op het afgelopen voetbaljaar. En worden de nominaties bekend voor de Sport Awards van Rotterdam Rijnmond. Ik doe er nog maar eentje bij hoor. Ja, nog eentje erbij. Lekker. Nou, nog wel een paar. Eentje proeven. Fijn weekend. Wil je meer nieuws? Ga naar Rijnmond.nl of check de Rijnmond app.